allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we weer eens even kijken wat jouw gidsen jou te vertellen hebben. Ik begin zo meteen weer met drie stapeltjes te maken, waar dus drie verschillende boodschappen, drie korte readingen uit gaan komen. Ik zal dadelijk ook de kaartjes omdraaien en even vast voorlezen, zodat je beter in kunt tunen op de energie die daarbij vrijkomt. Het kan ook zomaar zijn dat er meerdere stapeltjes jouw aandacht zullen trekken. Maar daar kunnen ook stapeltjes bij zitten waar jouw aandacht naartoe getrokken wordt, waar niet alles in zal resoneren. Dus neem echt alleen het stukje wat voor jou van toepassing is en laat de rest lekker los. Zoals de vorige keer ga ik ook gewoon de kaartjes live schudden op scherm. En dan gaan we gewoon kijken wat er helder mag worden. Ik heb verschillende decks klaarleggen. De Kuai Yin kaarten die gebruik ik nog niet, die lees ik zo meteen nog niet gelijk voor. Die bewaar ik dan voor aan het eind van de reading per stapeltje. En dan gaan we gewoon kijken. Okay. Nou, dit is voor stapeltje 1. Die wil eruit. En deze. Oké. Okay. En dan pak ik hier nog een kaartje van. Deze stapeltje. Je kunt dadelijk ook altijd, als het te snel gaat om in te tunen, de stapeltjes op de video heel even stilzetten natuurlijk. Zodat je makkelijker in kunt tunen. En ik pak nog uit dit deck voor allemaal een kaartje. En dan gaan we eens even kijken. Deze leg ik dan even aan de kant. Eerste stapeltje. Versica Piscis. Piscis. Excuus als ik het niet goed uitspreek. daarin ben ik niet zo sterk. Het voelt voor mij wel echt als een sterke kaart qua verbindingen. Vanuit je hoogst haalbare ziel, yin-yang energie, in connectie komen met jezelf. En we hebben energy signature. The past is the present. Heel mooi. Dus dit is voor stapeltje 1. Stapeltje 2. Laat je licht schijnen. Kijk eens hoe mooi dat hart opgelicht is. Prachtig. Vanuit je kundalini energiestroming. Die volledigheid en tastbaarheid creëren. En lichtcodes. Travel away, awaits you. Await. Ja, awaits you. Derde oogchakra komt heel duidelijk naar voren. Dit voelt voor mij echt als een hele sterke spirituele stapeltje. Dus voel je je eigen hier tot aangetrokken, dan kun je dit stapeltje kiezen. En we hebben bewustwording. Ook al zo'n mooie kaart. Blijven hele mooie kaarten. Ik heb deze gebruikt. Voor de mensen die daar behoefte aan hebben om naar te gaan kijken. Stabiliteit terugvinden, balans, meditatie. Improvement requires persistence. Dus je krijgt alleen door doorzettingsvermogen behaal jij het resultaat. Alles is echt wel met die spiritualiteit te maken. Hè? Dus je gidsen willen echt zeggen van je mag ermee aan de slag. Zegt stop tegen elementen wat jou niet meer dient. Laat het ook lekker los. En ga met je eigen bewustwording groter worden en shiften. En vooral hier zien we ook echt dat die personen aan het shiften zijn. Dus er gaat nog het een en ander komen. Hele mooie kaarten. Ik pak daar even een boekje erbij. Wat deze kaart precies betekent. Maar dat zul je dan verder zien in stapeltje 1. De andere kaarten die laat ik erbij leggen. Kun je misschien ook een beetje op intunen. Dus stapeltje 1, 2, 3. En dan ben ik zo terug met het eerste stapeltje.
Nou, lieve mensen van stapeltje 1. Ik heb gelijk even de kaarten aan de kant gelegd van de andere stapeltjes. Ik heb ook gelijk even een boekje erbij gepakt. Dus ik ga gelijk even oplezen wat de kaart inhoudt. Vasica Piscis, als ik het goed uitspreek. Excuus anders, maar het gaat om de reden wat de kaart betekent. Hier staat zielswaarheid. Zielswaarheid creëren in de wereld. De buitenwereld voelt realistischer dan de innerlijke wereld, omdat we worden gestimuleerd om ons meer te richten op wat er buiten ons is. We hebben geleerd om meer waarde te hechten aan dingen die kunnen worden gezien door anderen of worden aangeraakt door onszelf dan aan wat we voelen. Beslissingen nemen kan moeilijk worden als ons bewustzijn niet is gericht op onze innerlijke behoeftes en wensen. Als onze interne en externe realiteiten geïntegreerd zijn, zijn beslissingen duidelijker en gemakkelijker te nemen. Dit leidt tot tevredenheid, want er is geen verzet tegen de vervulling. Als we de vele mogelijkheden scannen die we voor ons openstaan in een gemanifesteerde wereld, zullen we weten wat we willen en ons niet overweldigend voelen. In deze toestand zijn we dankbaar voor de beslissingen die we hebben genomen en alle beslissingen die we in de toekomst zullen nemen. Een hele mooie boodschap bij deze kaart. En dan hebben we hier natuurlijk nog die energy signature. The past is the present. En dan kom je eigenlijk op het punt wat ik voel. Het is echt zijn spirituele kaarten. Je gidsen willen dus echt ook wel zeggen van leer van je verleden. Neem die boodschappen mee. Ga het naar het licht transmuteren. Zodat je dus een bepaalde negatieve stroming in het verleden voort kunt gaan zetten in een positieve zin. En daar ook je les uit kunt gaan leren. Maar we gaan eens even kijken met de tarot wat er nog verder bij mag komen. Nou, ik heb mijn dek op kop, dus ik leg dadelijk de kaarten even andersom. Excuus daarvoor. Nou, die komen er samen uit. Onderkant dek, 8 van staven. Dus er zit een bepaalde snelheid in de communicatie waar jij met jouw innerlijke stem zult hebben. Oké, dus die kwamen. Ik had mijn dek op kop, ik draai ze om, dus ze zijn er ook op kop uitgekomen. Dat heeft ermee te maken dat er een bepaalde patroon doorbroken gaat worden. Dat er een bepaalde wens is geweest in het verleden wat niet meer voor jou van toepassing is. Hierin ga je dus afscheid nemen. En dat komt omdat jij naar een vernieuwing aan het groeien bent. En die vernieuwing heeft ermee te maken dat je dus je eigen gaat focussen op jouw innerlijke stuk en niet meer met de buitenwereld. Jouw manifestaties zijn in de eerste instantie verricht op een stukje wensen van vroeger. Misschien ook een bepaalde overtuiging dat materie belangrijk was. Noem maar op. Maar door jouw innerlijke stem en je innerlijke gevoel te volgen, merk je dus nu ook dat dat niet meer jouw element is. En dit kun jij dus ook los gaan koppelen van elkaar, waardoor jij dus de vrijheid krijgt om echt met jezelf aan de slag te gaan. En sommigen van jullie hebben dit al ingezet en zijn hier al mee bezig. Maar er zullen nog wat elementen naar voren gaan komen, waardoor jij dus ook weer getriggerd kunt worden. Het zal niet altijd makkelijk zijn. Maar zolang jij in jouw gevoel blijft staan, kun jij de stappen vooruit gaan creëren. Het is wel zo dat er sommigen van jullie die nu deze stapel hebben gekozen, s'nachts ook echt actief zijn met je lichtwerkactiviteiten. Dat kan zijn dat je zeg maar in het kosmische deel, als jij slaapt aan het werk bent om het collectieve veld op te schonen. Om jouw licht verder te gaan schijnen, om die diepgang te creëren en dus ook verlichting te gaan creëren. Dit kan ervoor zorgen dat jij 's nachts dus, of als je 's morgens wakker wordt, het gevoel hebt dat je niet echt geslapen hebt, dat je heel erg moe bent. Merk je dat het jou te veel
tijd en energie gaat kosten in de zin van dat je daardoor je eigen bezigheden niet meer toe kunt passen, dan mag je dit ook uit gaan spreken naar jouw gidsen en naar jouw beschermengelen, dat dit niet meer op deze frequentie wenselijk is. En dat je dan ook echt zegt van ik beveel nu om deze nacht niet ingezet te worden voor het collectief of met mijn spiritualiteit bezig te zijn. Zodat je je nachtrust krijgt en dus ook die activiteiten die jij dus in het aardse bestaan, dus ook echt wel aan jezelf werken, voort kunt gaan zetten. En dat is wel wat sterk je naar voren komt. Wel ook echt voelen wat voor jou belangrijk is. Maar we zullen eens even nog wat kaarten erbij gaan pakken, want dan zal het nog meer helderheid en verklaring kunnen gaan bieden. We hebben hier wel een powerkoppeltje liggen. Dus we gaan eens even verder erop in wat dit inhoudt, de koning van bekers. Sterkaart, vijf van staven, hoogpriesteres, de wereldkaart onderkant van de dek. Voelt voor mij dat dit jouw eigen energie is. Powerkoppeltje zeg ik. Jij komt in balans. Jij gaat je stabiliteit terugvinden. En je gaat ermee aan de slag. En de vijf van staven is ook wel een kaart van doorpakken. Door vechten in de zin van dat jij iets meester wil worden. In je innerlijke strijd. Misschien met je hoofd of je gevoel. Dat je hier die stabiliteit in gaat vinden. Dat je dit gaat leren. En vooral als we dan kijken. We krijgen hem ook bij de acht van muntenkaart. Kan het dus zijn dat er een bepaalde verbinding. Die jij in eerste instantie met iemand hebt gehad. Voor toen heel goed werkte. En dat hoeft niet per se op romantisch vlak te zijn. Dat kan op heel veel manieren zijn. Maar doordat jij in jouw yin-yang energie bent gaan komen. Is het dus voor jou een verschuiving aan het plaatsvinden. We krijgen bij de zon krijgen we de sterkaart. Bij de negen van zwaarden krijgen we de hoge priesteres. En bij de koningin van bekers krijgen we de hoge priester en de twee van zwaarden. Je bent dus zo enorm aan het groeien. Waardoor jij inzichten bent gaan krijgen over elementen wat in het verleden is geweest. Jij zult heel veel informatie dus doorkrijgen ook. Wellicht zul jij dus ook herinneren wat je dus mee hebt gemaakt tijdens jouw dromen. Schrijf deze dan ook op. Die communicatie die is niet voor niets. Je bent dus, een aantal van jullie zijn dus echt ook 's nachts bezig voor het collectief om die verlichting toe te gaan passen. Het voelt voor mij dat deze bij elkaar mogen liggen. En dat je dus geleerd hebt van een oude liefdevolle verbinding waar je in hebt gezeten. Wat dus niet meer werkte. Of dat het recentelijk is geconstateerd of al langer geleden. Het is in ieder geval een reden geweest waardoor jij nu dus bent gaan groeien. Waardoor jij het verleden om hebt kunnen buigen. En dit mee hebt kunnen nemen naar je toekomst. Hier dus ook je lessen uit weten te halen. Zodat je dus niet meer overrompeld gaat worden als er weer elementen op je pad gaan komen. En wat hier ligt is prachtig. Jij gaat uit je hoofd. Jij gaat dus ook leren omgaan met het feit van oké, ik heb een spirituele gave. Ik ben hoogsensitief. Ik word ingezet voor het collectieve veld te verschonen en te verlichten. Maar ik geef hier wel duidelijk aan wat voor mij haalbaar is, ja of nee. En hier maak je ook knopen, hak je ook knopen in door. Je wil dus ook echt vanuit die spirituele ontwikkeling verder gaan groeien. Dat is ook jouw zielsmissie. En dit ga je dus ook toepassen. Maar je geeft ook heel duidelijk aan jouw gidsen en aan jouw beschermengelen van oké, dit gaat me te snel. Nu heb ik mijn rust nodig. Vanuit liefde wil ik nu ook gewoon dat dit niet ingezet wordt. Dus ik beveel jullie om dit nu te stoppen. En als je dit dan vanuit liefde ook uitspreekt. Teleurstel je niet iemand, jezelf ten eerste niet, want je gaat niet over je eigen grens heen. En hier liggen hele mooie kaarten.
Je gaat een enorme groei nog tegemoet. Je bent al stappen in de juiste richting aan het zetten. Sommigen zullen nog in dit kleine stukje zitten. Sommigen zitten hier al middenin. Maar je gaat steeds meer die tools gebruiken wat je leert om je heen. En dat is niet het stukje leren om je heen in het aardse stukje, maar in jouw innerlijk stukje. En door dat innerlijke stukje goed te herkennen en in te zetten, kun jij heel veel mogelijkheden creëren voor jezelf, manifesteren voor jezelf en zal je pad alleen maar zuiverder en mooier gaan worden. En doordat je dus echt vanuit het hoogst haalbare gaat handelen, zul je dus ook die nieuwe creatieve en intuïtieve kant kunnen vinden. En wellicht is het ook zo dat sommige van jullie zelfs buiten dit stukje wat je al inzet voor het collectief nog meer gaat inzetten. Dat zie ik nog niet regelrecht terug in de kaarten. Wel, jouw yin-yang energie is dus een belangrijk stukje. Union in jezelf, waarbij jij dus gaat groeien naar nog een mooier persoon dan dat je al bent. Omdat je verder verlicht gaat raken en dus nog dieper in jouw kern gaat zitten. Ik heb al vaker gezegd, al begin van dat ik het YouTube kanaal ben begonnen. Voor mij is dat een gegeven, dit pas ik al 10 jaar toe of zo, al van langer in mijn leven. Ik zie het eigenlijk als een laag van een ui. Een ui heeft natuurlijk heel veel laagjes en elke keer als je een laagje afpelt, kom je steeds dieper naar die kern toe. Dat is ook wat er bij jou aan het ontstaan is. Je groeit steeds dichter naar die kern toe. En elk stukje, elke situatie, elke les zal ervoor zorgen dat er weer een klein laagje afgepeld mag gaan worden. Zodat je dichter naar je eigen ware ik gaat komen. Maar dus ook je eigen pad verder in beeld gaat krijgen. Dus dat is een heel mooi stukje voor jullie. We gaan eens kijken wat hier nog op de kaart staat. Zusters van de reizende zon. Je bent heel creatief en je hebt het in je om het bewustzijn op deze planeet groter te laten worden met je creatieve projecten en dromen. Je wordt geleid om open te blijven staan voor andere zielen die met je willen samenwerken. Net zoals de zusters van de reizende zon die voor veel energie zorgen om de mensheid te helpen bij hun gezamenlijke inspanning. Wanneer je dit op één lijn plaatst met de inspanning van de groep, kan er heel veel moois gebeuren. Nou, een prachtige boodschap op een mooier stukje reading voor jullie. Voor nu laat ik het bij dit stapeltje hierbij. Ik hoop in ieder geval dat je hier iets aan hebt gehad. Mocht je het gevoel hebben gehad dat er nog een boodschap in een ander stapeltje zit, blijf gerust even kijken. Anders wil ik je ontzettend bedanken voor het kijken. Laat vooral een berichtje achter als deze video met je resoneerde of een like. Mocht dit nou niet jouw reading zijn, laat het gewoon lekker los. Dan is wellicht een andere keer jouw boodschap wel weer aan de orde. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, ontzettend leuk als je dat zou willen doen. Zet dan ook het belletje aan. Dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe geüploade video's. Abonneren is gewoon gratis, dus het kost niks. Dus super leuk als je dat zou willen doen. En dan wil ik jullie nog een hele fijne dag toewensen voor de mensen die bij dit stapeltje blijven. En anders tot zometeen. Nou, lieve mensen van stapeltje 2, welkom. Ook voor jullie heb ik heel even het boekje erbij gepakt voor deze prachtige kaart. Laat je licht schijnen. Ik zal even voorlezen wat erbij staat. Wees authentiek. Omarm vandaag je uniciteit. Zeg tegen jezelf, ik ben zo blij en vereerd dat ik mezelf ben. Omarm de delen van jezelf die misschien een beetje vreemd voelen. Ze voelen zo... Omdat je je verzet tegen het ervaren van je volledigheid. Je voelt je misschien soms een beetje vreemd of raar. Je verlangt ernaar om net zoals iedereen te zijn en erbij te horen. Maar compromissen veroorzaken weerstand. Jezelf opsluiten in de illusie van een ander willen zijn, zal je ziel verstikken en je verscheuren. Accepteer jezelf, bevrijd jezelf van oordelen en wat je denkt dat anderen over je denken. Laat je ziel naar buiten schijnen en anderen inspireren om contact te maken met hun waarheid en die te omarmen en te laten stralen. Als we zijn afgestemd op onze ziel, dan zullen we onze geliefd en bevredigd voelen. We hebben niet langer nodig, iemand anders nodig om op te leunen, onze vermeende leegte te vullen of anders te zijn dan wie we zijn. In plaats daarvan willen we alleen maar uit pure vreugde bij anderen zijn. Creëer nieuwe wegen naar dingen die interessant zijn voor jou. Kun jij je voelen
Hoe je wordt overspoeld door opluchting. Jij bent mooi. Dus je mag echt van binnenuit nog meer gaan stralen, mochten mensen daar moeite mee hebben. En het is ook wel een stukje, wat ik wel eens vaker zeg, hè? Het stukje spiritueel uit de kast komen. Er is momenteel niet meer zo'n grote taboe erop, zoals 10 jaar geleden of zo. Dan was je gelijk zo'n spiriwiri gebeuren. Er zijn echt nog wel mensen die daar zo tegenaan kijken, maar de grotere groep begint nu ook alweer in die bewustzijn en bewustwording te komen. Plus, je hebt die lichtcodes erbij. Dus we gaan eens kijken wat er voor jou allemaal in petto gaat komen. Deze kaart laat ik nog even omgedraaid staan of liggen. Die pak ik op het eind van de reading. Ik pak gewoon nu de tarot erbij en we gaan kijken wat er naar voren mag komen voor jullie. Nou, er lag een hele stapel, die neem ik even niet mee. En ik wil er nog eentje. Nou, we gaan eens kijken voor jullie. Nou, het kan naar een heel mooi stukje gaan. Wat ik wel voel en als duidelijk in de kaarten terug zie komen, is dat er nog best wel een strijd kan zijn. Dat je dus ook invloeden van anderen op jou laat projecteren. En dat je daar ook waarde aan hecht, meningen, inzichten, noem maar op. Maar je mag jouw eigen hart laten spreken en je mag echt vanuit die puurheid gaan handelen. En het is best wel een lastig proces en dit zal ook best wel gepaard nog kunnen gaan met de nodige struggles en verzet, vooral in jouzelf. Omdat het een systeem is waar jij nog niet helemaal vanuit kunt gaan. Je mag echt nog meer gaan stralen vanuit liefde en respect naar jezelf toe ook. En dan zul je ook merken dat het stukje verleden ook makkelijker losgelaten kan worden. Want nu blijf je nog een beetje vasthouden aan ook andere meningen, gedachtes, overtuigingen. Waardoor jij dus niet dicht genoeg bij jouw gevoel kunt komen. En je zult heel veel herkenning gaan vinden als je dus meer met jouw intuïtieve ontwikkeling aan de slag gaat. Dit is wel belangrijk dat er dan stukjes ook geheeld gaan worden. Want het kan niet zomaar zijn dat je zegt van oké, ik laat mijn eigen stralen en schijnen, maar ik laat die pijnstukken zitten. Dan neem je letterlijk een stuk in jouw bestaan hoe moet ik dat zeggen? Die herken je dan gewoon op dat moment niet. Er is een deel in jouzelf die dus erkend wil worden. En dat kan misschien een stukje uiterlijk zijn. Kan een stukje innerlijk zijn. Een traumatische gebeurtenis. Of een element wat misschien te maken heeft gehad met een relatiebreuk of dergelijke. Voor iedereen kan dat anders zijn. Er zal een einde gaan komen aan de situatie. Maar zoals ik altijd al zeg. Je bent de creator van je eigen leven. En je kunt pas iets creëren als je zelf ook de schouders eronder zet en de juiste stappen in de juiste richting gaat zetten. Wat ik hier wel zie, want het voelt echt als een opsplitsing, dat jij naar een nieuw geheel gaat kijken en dat je ook nieuwe inzichten gaat krijgen, dat er een nieuw pad voor jou in zicht gaat komen. En vooral als we dan gaan kijken naar die heet dat, naar die lichtcoderingen. Er gaan heel veel boodschappen en elementen naar jou toe komen. En dat zorgt ervoor dat die lichtcoderingen ervoor, in jouw systeem iets gaan activeren. En door die activatie kan er dus ook op helingsvlak iets in werking gezet worden. Al heb je het zelf nog niet in de gaten. Het zal wel gaan stromen dan. En dan word je eigenlijk gewoon een beetje met een duwtje in de rug gestimuleerd door bovenaf. En vanuit daar kun jij groeien naar een stukje heelheid. En die heelheid begint dus in jouzelf. Dat je dus ook het vertrouwen hebt om jouw eigen gevoelens te accepteren. Maar ook daarna te luisteren. Dat je geen twijfels hebt op wat je doorkrijgt. Want dat zijn ook nog elementen wat heel veel mensen toch hebben. Dat ze twijfels hebben van is het nou mijn ego? Is het nou mijn onderbuikgevoel? Wat hoor ik? Wat voel ik? Wat denk ik?
Waar mag ik naar luisteren? Hoe kan ik het onderscheiden? En dat is het stukje wat nu voor jou van toepassing is, werkelijk aan de gang is. Maar je gaat nog steeds verder groeien en verder in jouw ware schild. Of ja, het schild, het voelt voor mij, ik zie je lichaam vormen waar jij dus beter in gaat integreren en mee gaat samenwerken. Dus eigenlijk met je eigen ik ga je meer samenwerken. Gaat strubbels veroorzaken, de kaarten shuffelen moeilijk. Dus je zult echt nog wel weerstand in jezelf gaan krijgen. Weerstand om hier verder in te gaan groeien. En soms is het oude pad makkelijker als het nieuwe. Hè? Want het nieuwe pad kan ook weerstand bieden. Maar ga je het juiste kiezen, dan zul jij een succes gaan krijgen. En nu zie jij nog niet in dat er kan zelfs een huwelijk beëindigd worden. Waarbij je dus eigenlijk altijd in die onzekerheid en onder de vleugel van een ander hebt geleefd. Waardoor jij je eigen niet hebt kunnen ontpoppen. Voor een enkeling kan zelfs een narcistische relatie aanwezig zijn. Wat dus nou sterk, waar ze mee aankomen. Mijn gidsen komen ermee aan. Daar ga ik dadelijk nog even verder op in. Je gaat inzichten krijgen op hetgeen wat jou het verdriet zorgt. Waarom jij hierin blijft hangen. En ga jij helen, dan zul jij een stroming vooruit gaan pakken. Zul je dus dichter naar jouw kern gaan groeien. En zul je die stabiliteit weer terug kunnen gaan krijgen voor jezelf. En dit is waar jij helemaal naartoe gaat groeien. Dit is waar jij naartoe mag gaan groeien vanuit het hogere goed. Dit is dus echt wat ik hier neer mag leggen. Dit is het vooruitzicht wat je voor ogen mag hebben. De zon die weer gaat schijnen. Die spirituele ontwikkeling. Het stukje intuïtieve ontwikkeling. Je weet waar je voor staat. Je weet waar je naartoe wil gaan. Passievolle energie. Liefdevolle energie. En het voelt voor mij ook dat dit dan pas in het zicht kan komen. Als je eerlijk gaat zijn naar jezelf. En je kunt pas een nieuw begin starten. Als je korte metten maakt met een bepaalde leugen of illusie die je eigen voor hebt gehouden. En vooral omdat de aas van staven komt op kop. Dus er is een tweestrijd nog die hier in dit stukje ook nog gaande zal zijn. Je zult elke keer in die dualiteit blijven. En dat is de dualiteit van je gevoel en je ego. Of je denken of hoe je het dan ook wil noemen. En het is dus belangrijk om eerst de balans in jezelf terug te gaan vinden. Je hebt de krachten, het zit al in jou verscholen. Het is alleen aan jou om te ontdekken waar het zit. En het is hier een vrouwelijke energie. Ben je als man aan het kijken? Er is geen geslachtsbepaling in een reading, dus dit kan ook evengoed jouw energie zijn en vice versa. Kijk eens, als je inzichten gaat krijgen over een bepaalde stukken, waar jij dus... Je moet het zo zien dat als jij zeg maar gefocust bent op iets, op een verbinding of de meningen van anderen en je hebt dat zo onder de loep liggen, dan zie je ook niet meer de werkelijkheid wat er omheen ook gebeurt. En door je eigen even uit die situatie terug te trekken en dus uit te zoomen van die situatie, het vanuit een ander perspectief te gaan bekijken, kun je ook inzien van oké, het is beter om bepaalde emotionele stukken achter me te laten en niet meer om te blijven rouwen. Want er zijn nieuwe bekers in het vooruitzicht. En vooral als ik dan hier twee bekers zie, hier is de 8 van bekers. Dus er zijn twee nieuwe bekers. Hier hebben we de 2 van bekers. Het begint als eerste in jouw eigen ik. Als jij die eigen ik verder gaat creëren, dan zal er een nieuwe stroming kunnen gaan komen. Maar dat kan alleen als je hier ook echt werk van gaat maken. Eerlijk gaat zijn naar je eigen ik toe. Korte metten maakt met het stukje verleden, pijnstukken. En dus je eigen niet meer vastzet in die situatie, maar juist uit gaat breken. En vooral, er zal een bepaald helder moment kunnen komen. Voor sommigen kan het een pittig moment zijn, waardoor jij een eye-opener gaat krijgen. Maar dat gaat gebeuren. En dat stukje is allemaal nodig om jou op dit pad verder te kunnen laten groeien. Ga je weerstand bieden, dan kan dit stuk heel lang duren en ook pijnlijker worden als dat het misschien al is geweest. Ga je naar dit stuk en laat je het toe, dan kan die stroming makkelijker naar jezelf toe gaan groeien.
Maar dan nog, het ligt in jouw eigen handen. Het is jouw eigen vrije keuze om hier beslissingen en stappen in te maken. Wil je hier geen stappen in maken, is het ook prima. Want ik kan niet voor jou bepalen wat jij wil gaan doen of niet wil gaan doen. Maar dit is wel waar het naartoe zou kunnen gaan. En dit is een hele mooie, krachtige vooruitzicht wat mogelijk zou kunnen zijn. Dan hebben we als laatste nog de Kwajin-kaart. Dal van schaduwen. De lotusbloem groeit met zijn wortels diep in de vruchtbare modder onder water. Waaruit ze haar voedsel haalt. Uit deze modder van water en aarde ontstaat groei en wordt grote schoonheid onthuld. De lotus van je geest ontstaat ook uit de diepte van je emoties en tot leven komen van je lichaam, waarin ze haarzelf kan planten en zich als lotus van licht kan ontvouwen. Nou, wat een prachtige boodschap als aanvulling op deze reading. Blijven hele mooie kaarten, hele mooie bijzondere boodschappen. En het blijft mij fascineren dat het altijd teruggekoppeld kan worden aan de kaarten die zojuist op tafel zijn gelegd. Voor nu is dit jullie korte reading voor stapeltje 2. Mocht dit met je resoneren, laat vooral een berichtje of een like achter. Mocht het dit keer toch niet jouw reading zijn, laat het dan vooral lekker los. Ben je nog niet geabonneerd, kan het dus helpen om te abonneren. Dan pik ik jouw energie eerder op tijdens zo'n soort berichten. Klik dan gelijk even op het belletje. Dan blijf je ook op de hoogte van alle nieuwe video's die ik post. Abonneren is geheel gratis. Wil je zo meteen nog naar stapeltje 3 kijken? Dan zie ik je zo terug. En anders graag tot de volgende video. Doei doei! Nou, lieve mensen van stapeltje 3. Ook voor jullie zal ik even een boekje pakken om uit te leggen wat deze kaart volgens het boekje betekent. En dan gaan we daarna gewoon verder met de tarot. Deze kaart bewaar ik tot het eind van de reading en dan zal ik hem omdraaien en oplezen. De kaart bewustwording. Wijsheid blijkt uit dagelijkse ervaringen. Je ervaart of gaat een aha-moment ervaren. Dat verschijnt als een gevoel van diepe waarheid dat je lijkt te zijn vergeten. Je hebt vaak gedacht dat er een andere manier zou moeten zijn om dit leven te ervaren en te leven, en die zul je nu gaan ontdekken. Je stelt je hart en geest open voor je volledige authentieke zelf. Geliefde manieren die in het verleden verwerkten, leven niet langer de resultaten op die je wenst en zijn misschien obstakels geworden voor je dromen. Overtuigingen worden vermengd met dagelijkse processen en met wie we denken te zijn. Geen wonder dat het moeilijk lijkt om ze te los te laten als je ontwaakt uit sluimering van conformiteit, kun je verder zien dan je de angst en zie je overal creatieve mogelijkheden. Ontspan en geniet van dit moment. Het is je natuurlijke evolutie. Ontspan, mediteer. Dus eigenlijk wel een heel mooi qua aansluiting van de kaarten. Hè? Dus we gaan eens kijken wat dit verder nog te betekenen heeft voor jullie. We gaan gewoon met de tarot een vijftal kaarten leggen. En vervolgens pak ik daar een ander dek bij om verder de diepte in te gaan. Onderkant dek de 7 van staven. Dus we gaan eens even kijken wat er nog meer ligt. Je gaat nieuwe inzichten krijgen. Inzichten over bepaalde groei en ontwikkeling waar je op dit moment middenin zit. Het kan ook zijn dat jij een beetje klaar bent met je eigen te verdedigen. Of dat je merkt dat je misschien op werkgerelateerd stukje gewoon niet meer je eigen prettig voelt op de plek waar je zit. En je gaat nieuwe inzichten creëren over waarom dit is. Waarom voel jij dit zo? En dan zal er toch een bepaalde verschuiving plaats gaan vinden waardoor jij een nieuwe
situatie kunt gaan neerzetten. Sommigen zullen een nieuwe opleiding of een omscholing gaan doen. En dit heeft ermee te maken met dat je meer vanuit je gevoel gaat handelen, waardoor je dus ook merkt dat iets gewoon niet meer voor jou bestemd is en dat je nu iets gaat doen waar jouw hart naar snakt. En ik zeg snakken omdat ik ook echt dat gevoel heb van die diepere verlangen komt nu vrij. En je gaat nieuwe inzichten krijgen. Je gaat shiften in jouw systeem. En dat zal er ook voor zorgen dat je iets beter je best wil gaan doen om een bepaalde stabiliteit neer te zetten, ook op financieel vlak. En dit doe je wel vanuit ware liefde. Dus het kan zijn dat je even de hand op de knip moet houden in de komende periode. We hebben natuurlijk best wel een pittige tijd qua inflatie en kosten. En ik weet allemaal niet, ik wil er me eigenlijk niet te veel mee bezighouden, want daar word ik gewoon verdrietig van. Maar dit is ook wel dat het weerstand kan gaan bieden dat je nou ook bang bent om voor jezelf misschien te beginnen of een omscholing te doen. Want dan heb je geen vast contract meer. Want dan heb je, even mijn microfoon anders zetten. Want dan heb je niet meer de stroming waar je die zekerheid in krijgt. Maar op de plek waar je op dit moment zit, kijk eens, we hebben hier yin-yang energie, powerkoppeltje. Dit is jouw energie, hè? Je gaat jezelf ontdekken, je gaat jezelf ontwikkelen en ontplooien. En die gidsen zeggen ook echt van, lieve mensen, waar dit mee resoneert, ga nu gewoon nog echt aan de slag. Want je mag nu gaan shinen. Het is de tijd om, ondanks dat het in deze ontzettend moeilijke tijd de angst ook op gaat wekken om voor jezelf te gaan beginnen of een nieuw pad te kiezen, een richting te veranderen of een verhuizing in te zetten en je spul en je boedel te verkopen en vervolgens misschien wel naar het buitenland te verhuizen. Het zal in het begin even financieel gezien wat moeilijk zijn. Dus heb je nu al wat geld aan de kant gezet, probeer dit dan ook gewoon even vast te houden. Probeer op je gelduitgaven te letten. Ik weet als geen ander dat je niet altijd de hand op de knip kunt houden voor onvoorziene uitgaven. Maar ik zie wel dat waar jij naartoe gaat, er meer naar je toe gaat komen als waar nu gaat stromen. En dat is dan buiten het stukje financiën om wat mogelijk is. En dat is omdat jij meer vanuit je gevoel gaat handelen. En dus ook meer vanuit die liefdevolle stroming mag gaan ontvangen en kunt gaan ontvangen. Maar we gaan eens even kijken nog wat we mogen zien. Je gaat in ieder geval het grote geheel zien. Je gaat het grote geheel zien van het aspect waar je nu binnenin zit. Die bewustwording die zal verder verruimd gaan worden. Waardoor er ook nieuwe mogelijkheden in zicht gaan komen. Inzichten die jij voorheen misschien nog niet kon zien omdat je daar nog niet bewust van was. Omdat je eigenlijk je een beetje je had het leven onder de loep liggen, waardoor je niet het grotere geheel kon zien wat er ook mogelijk is. En doordat je dus nu even uitzoomt van die situatie, vanuit andere oogpunten ook de situatie gaat bekijken, kun je dus ook nieuwe inzichten gaan krijgen. En kun je dus ook zien dat als je misschien gaat verhuizen, of als je naar een andere job gaat, of een studie wil gaan doen, of een omscholing, dit is wel waar jouw geluk zit. Dit is wel waar jouw vlammetje van blijft branden. En we zagen net al de koningin van staven. En in combinatie met de koning van staven is dat echt jouw yang energie die ernaar snakt om door te kunnen gaan. Om niet vast te houden aan het oude. Als dat, ondanks dat dat misschien een financiële stabiliteit zou bieden. En geld is nodig, hè? Geld is nodig om te leven. Maar hier in Nederland is het op dit moment gewoon abnormaal, extreem, eigenlijk onacceptabel hoe het allemaal gaat. Dit kan er ook voor zorgen dat jouw dromen dus misschien eerder verwezenlijk willen gaan worden. Misschien heb je altijd gedacht van als ik gepensioneerd ben, ga ik lekker naar het buitenland, lekker in de zon. Klein hutje op de hei of een appartementje of wat dan ook. En misschien is dit nu wel de tijd dat dit eigenlijk sneller op je pad gaat komen door alles wat er hier in Nederland nu gebeurt. Of doordat jij nu een keuze gaat maken om toch je hart te volgen. Omdat het allemaal anders ook niet meer bol te werken is. En tegen je zin gaan werken.
om angsten en spanningen op gaan bouwen, dat is natuurlijk ook niet goed, hè? Want dat is qua gezondheid niet goed. Oké. Maar de energie in jezelf zal daar ook door gaan stagneren. Bij de koning van staven krijg ik weer de koning van staven. Volg je hart. Ga ervoor. Bijt je tanden erin en ga je dromen achterna. Ga je gevoelens achterna. Je hebt er alle tools in handen. Ik ga eens kijken wat er hier nog ligt. Oh, nou kijk eens. Nou, wauw. Lieve kijkers, wat is dit mooi? We hebben de ster, we hebben de kracht, we hebben de zon, we hebben de koning van staven en de magier en heer hij. Nou, dit is toch fantastisch? Uit je hoofd, uit die pijnstukken, uit dat stukje angst, uit het stukje hoe moet ik het allemaal nog voor elkaar krijgen? Ga je hier naar groeien? En het voelt voor mij echt dat je richting een fantastisch nieuw begin mag gaan groeien. Als je maar die volledige vertrouwen erop hebt. Als je gaat manifesteren vanuit het hoogst haalbare goed wat je wil. Alleen als jij jouw schouders eronder gaat zetten, krijg je die vooruitgang natuurlijk. En het heeft gewoon inspanning nodig. En het heeft tijd nodig. En het zal niet altijd even makkelijk zijn. Maar uiteindelijk krijg jij alles wat je wil. Krijg je alles gemanifesteerd wat je wil. Voor sommigen geldt het echt richting de zon vertrekken. Het zal niet met iedereen resoneren natuurlijk. De zon kan ook staan dat het voor jou jouw passie is, jouw vuurenergie, waar jij echt diep gelukkig van wordt. En dat is ook met de koning van staven ernaast. Jij houdt de hand op de knip voor de financiën, om dus deze droom waar te kunnen gaan maken. En hoe je dit dan vorm gaat geven, dat zal voor iedereen anders zijn. Maar die mogelijkheid wat je dus gaat krijgen, is echt fantastisch. Is echt heel erg mooi. Daarmee kun je dus ook nieuwe vooruitgang gaan boeken. Het volledige vertrouwen hebben is dus wel nog een belangrijk stukje. Het loslaten van het oude. Maar ik zie die verschuiving, dus het kan ook mooi gaan stijgen in die lijn. En bepaalde emotionele stromingen in een mooie, zuivere, pure vorm gaan richting jou komen. Die scheepjes die gaan binnenkomen. Hoe je het ook went of keert, het gaat een succes zijn. Wat je hier ook mee gaat doen, welke kant jij ook op gaat, of het nou dus verhuizen naar het buitenland is, nieuw werk, voor jezelf beginnen, omscholing, bijscholing, maakt geen bal uit. Het kan heel erg mooi gaan verlopen. Maar ook dan ben jij degene die jouw eigen leven bepaalt natuurlijk. En de stappen die je zet. We gaan eens kijken als laatste nog wat het Kwajin kaartje zegt. Drinken uit de fontein van smaragd. De vrouwelijke godin moedigt het ontwaken aan en het sterker worden van alle levende wezens. Wanneer je oprecht zoekt naar een oplossing, krijg je heel veel hulp. Nou ja, dat is te zien, hè? Het is goed om je ervoor open te stellen om deze te ontvangen. Om inderdaad een stap naar voren te doen uit het fontein van smaragd te drinken, die je de hartchakra van Kuan Yin voorstelt, dat onvoorwaardelijke liefde heeft. Sta jezelf toe dat je wordt gevoed door de kracht en liefde van de goddelijke moeder die nu naar je toe stroomt. Nou, lieve kijker, dat is precies waar de hele reading om gaat. Ik blijf nog steeds deze hele reading, ook met de eerste stapeltjes, elke keer weer perplex als die laatste kaart zo intens op alles aansluit. Mocht het dus jouw reading zijn, laat dan vooral een berichtje of een like achter. Ga lekker mee op die stroming, want je hebt het verdiend. Ben je nog niet geabonneerd, zou ik het ontzettend leuk vinden als je je eigen abonneert. Dit is geheel gratis, druk gelijk het belletje in of aan. Dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe posts die ik plaats, nieuwe video's die ik online zet. En dan wil ik jullie voor nu heel erg bedanken en nog een hele fijne dag toewensen. Doei doei!